Zo, daar zijn we weer, mijn platvoeten. Vandaag ben ik hier samen met Ido en met Mart. Hele gezellige combi is mij. We zijn weer met z'n drietjes en we gaan gewoon trollraces doen. En het leuke is dat ze ook gewoon in de studio aanwezig zijn. Dus het werkt allemaal zoals je kan zien. Goede mics, goede cam. Mart heeft ook zijn favoriete frisdrank meegenomen, zo te zien, achter hem. Dus het wordt gewoon helemaal gezellig, joh. Met z'n allen in de studio. Wil je nou vaker op deze manier video's zien? Laat dan weten door heel veel duimpjes omhoog te doen. Even een leuke comment achter te laten. Wat gebeurt hier? Waarom span ik zo raar? Dit is echt een ramp. Oh, ja. Heel super. Oh jee. Oké, dit is zo'n race. Dit is leuk. Oh ja, Mart speelt dus op het account van Max trouwens. Mocht je denken van, wat is hier gaande? Dat is er dus gaande. Sup, Mart? Lukt het niet? Help me even. Nee. Ik sta helemaal naar waar ik heen moet. Ja, ik denk, ik help je wel gewoon even, weet je. Ja, maar wat is hier inderdaad de bedoeling? Ja, ik wou helpen kijken. Ja, ik denk een onzichtbaar platform, man. Nee, gaan we weer? Ik hoop het echt niet, want dan ben ik er echt heel snel klaar mee. Ja, hè? Oké. Ik heb geprobeerd het onzichtbare platform te vinden, maar eigenlijk succes. Mart, wat ben je aan het doen? Ik sta vast. Hier, alsjeblieft. Ja, dankjewel. Nou, probeer eens wat, Mart. Hoe werkt dit? Ben ik er eindelijk een keer aan de start, Roy? Hoe werkt dit dan, Mart? Hij heeft het gevonden, onzichtbaar platform. Je moet niet zeggen. Okay, ja, kan jij de eerste trollingpositie pakken van vandaag? Ja, denk het wel. Mark, feel the pressure, feel the pressure. Ja? Gewoon mijn eigen gemakje. Oh, ik voel me echt wel heel slecht nu trouwens. Hey. Uiteraard, nee, jij hebt echt heel veel GTA. Oh, je begint ook helemaal opnieuw. Ja, dit is zo'n race, ouwe. Oh, en ik krijg nu weer over iets onzichtbaars. Oh, wat is dit? Wat een ellende! Lickery! Oh, dit vind ik echt zo vreselijk. Ik wil gewoon een keer een normale Air Germany doen, waar we gewoon lekker kunnen trollen. Die zijn zeldzaam geworden, ouwe. Oh, lekker. Oké, ik heb weer een checkpoint. Maar ik weet dus niet. Ik ga gewoon net zo lang doorrijden tot ik faal of de finish haal. Want ik weet gewoon niet hoe het zit met die checkpoints. En ik ga dit niet helemaal opnieuw doen als het niet hoeft. Ja, wauw. Prop is hier gespant. Oké, ik ga het nu achterkomen. Ik moet ook alles opnieuw doen. Oh mijn god, ouwe. En ik was echt nog wel een stuk verder gewoon. Er zit daar een kleine troll. Maar ja, ik ga natuurlijk niet vertellen wat daar aan de hand is. Daar moet je het zelf maar even achterkomen. Tenzij je nu helemaal achter me aanrijdt, dan... Of even over het beeldscherm kijkt. Goh. Oh, kijk hem kijken, jongen. Wat een bounty. Wat een bounty. Het gewoon te spieken, gast. Ja, je zit gewoon te spieken, ouwe. Er waren een bepaald aantal vakken waar ik wel echt gewoon heel goed in was. Waar je dat gewoon wel goed kon doen. Maar nou, neem als voorbeeld Duits. Nou, dan was je echt dom als je bij mij ging spieken. Computerles, ja? Daar was je goed. Ik ben letterlijk... Computerles. Ja, bijvoorbeeld. Ja, typeles, ouwe. Nee, hebben jullie dat gehad? Ja, maar niet ik op school. Oh. Ik wel, man. Dat is top. Kijk, ik heb weer een volgende checkpoint. Maar dat zegt helemaal niks waarschijnlijk. Dus allemaal leuk en aardig. Wat? Wat moet ik hier doen dan? Oeh. Naar rechts. Een checkpoint? Oh my days. Oké. Ik ben weer bij het begin, ouwe. Echt? Oh ja, ouwe. Ik heb nu weer een stukje waar ik niet kan zien wat daar moet gebeuren. En ik gokte gewoon verkeerd. Weet je wat het is met deze... Het nieuwe tijdperk soort van in de races waarin je dus heel veel onzichtbare props hebt. Het is dus zeg maar zo. Je bent eigenlijk een soort van puzzel aan het leggen. Elke keer kom je wat verder in je puzzel, weet je wel? Dus dat is wat er nu eigenlijk... Dat is wat in principe nu gewoon gebeurt. Elke keer kom je weer wat verder. En dan elke keer kom je dus weer achter wat je op bepaalde plekken moet doen. Waar, hoe je moet rijden. Ja, zo doen is het eigenlijk gewoon best wel een uitdagende race ook enigszins. Oh jee, Mart. Oh jee, Mart. Dat geloof je niet. Oh, Mart, wat ben jij fout? Oh, overleefd, Paupert. En ik begin gewoon weer helemaal opnieuw. Ja, doei. Dikke doei. Nee! Oh. Wat is er met die auto? Die auto is gebukt of zo, gast. Wat is er mee aan de hand?
Ik moet sneller de ramp oprijden, dan ben ik nog onzichtbaar als ik dat doe. Ik val er vanaf. Hoe had jij dat overleefd, Mart? Wat de hel? Ik heb geen idee, gast. Nou, ik ben nu weer op dat punt, maar ja, wat ik moet doen... Nee, wat de f***, jongen? Drift ik er weer vanaf, jongen? Oh, mijn god. Wat gebeurt daar, gast? Oké, ik ben er nu. Ja, we gaan even een farm momentje, jongens. We hebben gewoon letterlijk een farm momentje. Even de beelden bekijken. Nou, komt ie maar. Laat eens even zien. Wat hebben we hier? Zo, wat? We gaan het race video doen, jongens. Meest originele race video ooit dit, hoor. Ja, geen probleem. Kijk, weet je, je hebt wel gewoon apparatuur hier. Je kan gewoon een farm naar bouwen. Je bent gewoon de eerste met een farm in GTA 5. Dit is insane, hoor. Vreselijk asociaal rijden. Oké, okay, iets verder. Iets verder. Oké, okay, hetzelfde. Passeer maar weer. Here we go. Oh, nee. Niet zo. Inderdaad. Oh! Weet wel wat ik moet doen. Laat hem maar hier op de var gepasseerd staan. Is goed. Oh, wat ziek, jongens. Dat we dit op deze manier doen. Maar ja, het werkt. Hoe zijn jullie facecam vastgelopen? Of ben je gewoon statisch, Ido? Oh, het leek wel alsof je een frozen frame was, gast. Zo stil dat je stond met je kop. Ik denk, what the fuck, gast? Is die cap vastgelopen? Er zat gewoon nul beweging in het gezicht van je. Het leek wel alsof je bluescreen kreeg, gast. Later. Maar Mart, wat doet dit dan? Wat doe jij? In dan! Zit hij op een toetsenbord te drukken? Oké, dat is echt een goede troll. Inno, ik moet toegeven. Vooral dat hij ook zo ver was. Oh, Mart, oh. Ik reed gewoon op dat platform zo jij weg. Bent echt die auto gewoon echt. Jij bent echt gescamd, ouwe. Je bent echt gescamd, gast. Ja, dit was ik hoop nou zo erg zunt. Dat een Max, een Joopie of wie hier dan ook voor de volgende keer naast mij zit, dit niet heeft gezien. Oh, echt, ouwe. Dit, maar ja, dit is nu ook gewoon hierdoor, weet ik zeker, hoe gezellig en leuk dit is. Dit moeten we standaard doen met de races, man. Ja, dit is lachen. Dit is zo leuk, gast. Ik weet ook gewoon zeker, Jari, shout naar Jari, mijn editor, dat hij dit fantastisch gaat editen. En dat het echt gewoon een genot is om naar te kijken, weet ik zeker. Hier niet te lijp nu. Oh, mijn god, ik wilde toch iets te snel. Oké, okay, Ido, farm momentje. Ja, mag ik heel even een klein stukje verder rijden? Ja. Een klein stukje. Want hier heb ik een checkpoint en ik denk dat dit gewoon een checkpoint is, zeg maar, als je daarmee begrijpt. Welkom bij het farm momentje. We weten namelijk niet hoe deze race verder gaat. We zitten hier met de situatie dat ik geen platform meer heb, maar gelukkig hebben we nog het internet. Het farm momentje. Hey, ja. Oké. Okay. Oh, oké. Okay. Small paadje. Gelijk linksaf. Oké. Okay. Dan naar boven rijden en checken. Het is een klein sprongetje. Oké, okay, ja. Passeer maar weer. Dit moet goed komen. Even weten waar ik erop moet rijden. Ik vind dit ook. Dan krijg ik dit nou weer voor elkaar. Oké. Okay. Hier word ik al verdriet ervan. Hier naar boven rijden. Ik denk echt dat dit de checkpoint is, ouwe. Here we go. Echt weer beneden. Is om te janken. Oké, okay, ik heb een checkpoint. Dus het farm momentje kan weer verder. Alleen, ik denk dat ik hier wel... Farm momentje nodig. We hebben hier een onzichtbaar object. Ik kan het al niet zien. Nou, trouwens, ik denk dat ik dit stuk wel zelf kan. Ja, dit kan ik zelf. Moest wel dat je daar omheen moest rijden. Dus die zien. Oké, okay, gaat nog goed. Oef. Oké. Okay. Is wel een situatie dit, waar we nu staan. Is wel een situatie. Oh, mooi shot zo met fine wood. Wat een goed hout, wat een fine wood. Ja, laat maar gewoon even aanstaan. Zo, ik hoor echt allemaal Frans gepraat. Oh, dat is Franse farm, man. Ik hoop dat die props er zijn. Oh, die zitten er gewoon in, ja. Oh, die zitten er allemaal in. En door. Here we go. Oeh. Een beetje haalbaar, of... Jawel. Op zich valt het hier ook wel mee met de onzichtbare props. De props die hier onzichtbaar zijn, die zijn niet zo ingrijpend. Dat zijn gewoon hele grote ronde platformen. Oh. Dus dat is niet zo heel boeiend eigenlijk. Ik vraag me af waar ik mijn eerste echte checkpoint haal.
Oh, wat ik al zei, ik ga het uitvinden door of te finishen of gewoon een keer te falen. Het is koraal uit de zee. Het ligt hier op de berg. Dat gaat niet zo goed. Oké, okay, here we go. Zie je dat? Hier is een zeester. Midden op de Mount Everest. Vuist in de Mount Everest. Oké, okay, ik ga erachter komen of ik een checkpoint heb. Ja! Ja. Nice. Ja, echt. Waar zit ik nu? 7 van de 12. Oké, dat durf ik wel aan. Ja, precies. Dat zou ik ook gewoon aan durven. Zo. Edo, wat ben je bouwt, gast. Ik zie het gewoon gebeuren. Nou, ik rij wel door. Want, godverdomme. Jij was zeker verderop aan het wachten om mij te trollen. Nee. Mart beukt mij eraf en hij valt vervolgens zelf ook. Nee, echt? Doe dan gewoon even jullie best, houden. Hiddo. Doe me elke keer, hè? Ja, weet je. We moeten toch een beetje naar ons zin hebben, toch? Ja, jij vindt het leuk, ja. Ja, ah, ik weet wel wat je moet doen. Ja, dat gaat je nog niet it. Heel best af. Holy damn, dat is lijp. Ah, komt goed. Hoppa. Wauw. Kijk even. Dat was best wel impressive. Ja, jongen. Wat is dit? Oh, dit is wel echt dan weer een farm momentje, hoor. Die zou ik mijn god niet weten waar ik heen moet. Ja, dat vind ik echt heel jammer. Het ging net zo lekker. Nee. Maar het is serieus wel echt zorgbarend dat jullie nog niet eens in de buurt van mij zijn gekomen, gast. Wat de... Ja, Max probeert me te trollen, maar het lukt hem gewoon weer niet. Ik doe mijn best ook niet. En ik heb nu ook de far openstaan, dus dat is mooi. Waar? Daar staat iets. Oh ja, een boom. Mother. Oh, die huis wordt eerst bij die boom. Ben jij nu pas voor het eerst gekomen? Nee. Holy. Oh, ik heb wel weer even een farm momentje nodig, want dit is... Zit hier platform tussen, of wat is dit? Dat. Ja, hier ben ik nu. Oké, ja, passeer maar weer. Hey, Mart! Oh, mijn ace. Oh. Hi, ace. Ja, dit is wel heel goed, ouwe. Ja, heel eerlijk, dit is wel heel goed. Zieke troll, ouwe. Oh, jij bent erg, gast. Ik wilde zeggen, ik ga je terugpakken, maar je komt niet eens in de buurt van mij. Dus dat nee. Krijg ook niet echt de kans. Heb je wel een extra appeltje, of dat niet? Nee. Ik moet het nu gewoon weer helemaal opnieuw doen. Dat is best een poep in de poeps. Maar ja, so be it. Dat is de thing of trolling. Want ik kon ook gewoon niks aan doen. Ik kon daar niet vluchten. Ik moest nog even kijken hoe ik het überhaupt moest doen. Was al knocked en jij hebt me gewoon gefinished. Dat is gewoon wat het neerkomt, hoor. Je kan dus hier er langs. En je kan hier er langs. En dan kan je er zo langs. En dan ben ik hier. Oh, dit is de eerste keer dat ik dit heb. Oeh, dit is taai. Ja, dat ik zo gek swipe. Ja, dat doe ik elke keer. Hey Roy, je zat onder mij. Wat is dit? Ik viel echt recht op het platform. Ik denk wel, je moet wel een platform zijn. Oké. Hierheen. Ja. Die naar boven. Die naar links. Oh my dino's. Here we go, ladies and gentlemen. Oké, ik heb weer een checkpoint. En ik heb er nog geen, dus ik denk dat dit dan... Finish is! Ja! There you go! Telletje losers, jullie zijn niet eens... Ik heb jullie niet eens gezien, gast! Op het ene beukmoment van Mart na. Hoe kan dat? Jullie hebben ook gewoon deze farbeelden, dus dat is niet geen excuus. Oh, jongens, dit was niet echt jullie case. Maar het was wel gezellig. Hé, Mart. Ja? Ga nou gewoon het ene even halen. Ja. Ben jij zo beroerd dat je niet eens... Voordat je ergens op klikt, Mart. Ken jij het befaamde DNF-duimpje? Nee. Ja, die moet je wel geven. Ja. DNF-duimpje? Hier kan je. Dat is het. Dat is duimpje naar beneden, wat je niet gefinished hebt. Oh. Dat is een beetje hoe het verhaaltje werkt.